Jetro Willems was donderdag voor het eerst eens te bewonderen op de hertgang. Helaas nog niet op het veld, want daarvoor is hij nog te geblesseerd. Maar zijn ploeggenoten waren zichtbaar verheugd hem weer te mogen begroeten. De linksback herstelt momenteel van een knieblessure. Zijn herstel vordert gestaag. Hij is klaar voor de volgende stap in zijn revalidatie, liet hij weten via Twitter. De international miste de seizoenstart bij het PSV vanwege een knieblessure. Hij verrekte zijn knie op het trainingskamp in Frankrijk. Hoe is het? Lekker weer toch? Ja. Wanneer kunnen we weer verwachten op het trainingskamp? Wanneer hij zijn rentree weer op het veld kan maken is nog niet duidelijk. De selectie van Philippe Cocu werkte donderdag de laatste openbare training af van deze week. Zaterdag hervat PSV de competitie uit in Leeuwarden tegen Cambuur. Al werpt de terugkeer van PSV in de Champions League, aanstaande dinsdag thuis tegen Manchester United, al zijn schaduw vooruit. Ja, zaterdag Cambuur, dat is gewoon een wedstrijd die gewonnen moet worden. Het enige wat daar telt is 3 punten inderdaad. Maakt niet uit hoe, als je in de 87e minuut met 1-0 wint, is het ook goed. Want ja, ik kan me toch ook voorstellen dat sommige jongens toch ook al een beetje in hun achterhoofd met United bezig zijn dinsdag. Dat zijn dingen die er gewoon ongemerkt insluipen, dat kan niet anders. Ja, dat zeggen alle spelers, hè. Als je dan vraagt van ben je al met United bezig? Nee, Cambuur is de volgende tegenstander. Maar hoe reëel is dat? Ja, dat is natuurlijk onzin. Kijk, die jongens bekijken ook beelden en die verheugen zich ook op die wedstrijd. Maar ja, er zijn natuurlijk goede profs bij PSV die goed weten dat zaterdag minstens zo belangrijk is om die 3 punten gewoon veilig te stellen. Omdat je kampioen weer moet worden dit jaar. En uiteindelijk is dat voor PSV de hoofddoelstelling. Door dat kampioenschap kun je de miljoenen van de Champions League binnenroeien. En in de Champions League goed presteren is een mooie bonus. Daar kun je spelen natuurlijk ook laten zien. Ook dat is een podium waar je bijvoorbeeld een transfer kunt afdwingen. En waar je voor de club nog wat extra centen kunt verdienen. De Latijns-Amerikaanse internationals Guardado, Moreno en Arias stonden donderdag nog niet op het veld. Maar zijn zaterdag wel gewoon inzetbaar. Adam Maher trainde los in de groep. Het is twijfelachtig of hij op tijd fit is voor de wedstrijd tegen Cambuur. Maher trainde deze week individueel, dus even afwachten of hij erbij is zaterdag. Verder de Zuid-Amerikanen die zijn terug. Misschien dat Moreno tegen Cambuur wel kan beginnen, omdat hij 90 minuten in de benen heeft bij Mexico. Dus ja, dat zou kunnen. Dan zou waarschijnlijk Isimat eruit gaan. Ja, het kan ook zijn dat Cocu zegt van ik hou Moreno nog even achterhand voor Manchester United. En dan zou Isimat gewoon spelen tegen Cambuur. Die deed zeer verdienstelijk tegen Feyenoord.